is maandagochtend, 5:30. En nog donker. En ik ben onderweg naar de bushalte. De bus gaat over 10 minuten. Dus de vakantie is begonnen. Zo, alweer in de rij om de bagage in te checken. Allemaal erg snel gegaan met de bus en de trein. Dus even bagage inleveren. Dan langs de marechaussee en dan wachten op de vlucht. Bagage is ingecheckt. Volgende stop is de marechaussee. Zijn de marechaussee voorbij. Mijn kop is goedgekeurd op mijn ID-kaart. Dus nu lekker eventjes relaxen nog. Tijd genoeg voordat de vlucht gaat dat ik in moet checken. Dus ik ga eerst maar eens eventjes kijken bij de vliegtuigjes. Je hebt hier hele mooie ruimtes tegenwoordig nadat het hier verbouwd is. Met allemaal restaurant, zitplekken, allemaal oplaadpunten, stekkerdozen. En wat prachtig mooie ruimtes. Nederlandse koe. En vliegtuigen. Wat niet vreemd is, want daar komen we voor. Nou, dat gaan we zo beneden eens van dichterbij bekijken. Ja, ik dacht, laat ik maar eens reclame maken voor Countryland in Schotland. Dus altijd een petje op als ik op vakantie ga. Ik weet maar nooit als het echt zonnig is. Zo'n petje is wel lekker. Kijkt wel naar buiten. Het is hier een beetje bewolkt, wisselend bewolkt. Af en toe komt de zon er doorheen. Maar het is relaxed en rustig. Op Schiphol. Nog vroeg natuurlijk. Geen grote drukte bij het inchecken en bij de marechaussee, bij de paspoortcontroles en zo. Dus ik was vrij snel, wat ze altijd noemen, achter de douane. Wat niet klopt, want het is achter de marechaussee. Maar goed, ik ga straks richting de gate wandelen. Over een half uurtje begint het boarden van het vliegtuig. Dus ik ga nog even aan de wandel. Nou, deze wilde ik nog wel even meenemen. In de vertrekhal van Schiphol heb je een nieuwe klok. En die is wel heel inventief gemaakt. Het is een hele grote, levensgrote klok die aan het plafond hangt. En daar zit dus gewoon een echte persoon in. Die elke minuut de minutenwijzer wegpoetst en een minuut later verder weer neerzet. Ja, geen echte persoon natuurlijk. Hartstikke mooie projectie. Zou een hondenbaan zijn, zeg. Even kijken of die recht staat. Even bukken weer. Dat zou toch een hondenbaan zijn als je in zo'n hokje wordt opgesloten en elke minuut een streep moet zetten. Gewoon een hele grappige projectie. Leuk bedacht. En een grappige gadget hier op Schiphol. Kijk, daar gaat hij weer. De wijzer verdwijnt weer. Even poetsen. Maakt hij hem goed schoon. En er komt een nieuwe wijzer aan. En het is nu 7:03. Prachtig gemaakt. Nou. Ik loop nu een verdiepingje lager. Net stond ik dus daarboven.
Daar is die klok weer. En we gaan naar de D-pier. Kate is de D van Delta, nummertje 22. Dus we lopen deze kant op. Het is echt een flinke verbouwing geweest hier op Schiphol. Vorig jaar toen ik vertrok was het ook al zo mooi. Het jaar daarvoor, 2 jaar geleden, zaten ze midden in die verbouwing. Toen stonden er allemaal van die houten schotten waarachter gebouwd en verbouwd werd. Het ziet er allemaal schitterend uit nu. De D-pier. Kijken. Ja, we gaan een stukje de loopband nemen, maar ja, gaat wel lukken. Oppassen voor stapje. Hopla. Het mooiste is als je doorloopt. Allemaal vliegend personeel. Als je op de loopband doorloopt, dan gaat het lekker snel. D22, dus dat is redelijk achterin op de pier. Dus we gaan een heel stuk van de terminalgebouw af. Mind your step. Dan ben je aan het eind van de band. En upsakee. Nou, we gaan nu gewoon er langs lopen. Even kijken, D8. Ja. En nog een stukje door. Wat ik zeg, D22, dat is helemaal achterin zo'n beetje op de pier. We lopen even zien naartoe, toch tijd zat. En dan zien we hier een stukje van het platform. Een aantal TUI-vliegtuigen. Ik zie daar Transavia, een paar KLM'tjes. En de bekende Oranje, Britse maatschappij. Maar goed, wij moeten een stukje verder. Je ziet bij de gates heel veel wachtruimte. Hier zit nu niemand, heel weinig mensen. Dus hier gaat op korte termijn nog geen vlucht vertrekken. Nou. We lopen nog een heel stuk door. Ook hier op de pieren, voor de vertrekkende mensen, zit het nog helemaal vol met winkeltjes, restaurantjes, barretjes. Je komt hier niks tekort, als je tenminste je portemonnee of je creditcard bij je hebt. Departures. Daar staat hij bij, 8 uur, Glasgow, D22, naar de gate AUB. Ja, ik ben onderweg. D10, 12, 14. Aardig eentje lopen. Nou, we worden warm. Ik zie al D22 staan in de verte. Ik zie hier dat er... wordt opgestegen op 18 links. Alle kans dat wij dan van 24 gaan. En dat betekent dat we van de gate naar de runway maar een heel kort stukje hoeven te rijden. En hier komen we bij 22.
En daar staat hij dan. Momenteel is het regen en behoorlijk donker. Ik zie zelfs een regenboog. Ik weet niet of die zichtbaar is op de video, maar de regenboog zichtbaar. Aan de andere kant schijnt de zon. Daar gaat er net eentje opstijgen. Met een enorm waterspoor achter zich aan en hoppakee de lucht in. Maar goed, dit is mijn toestel. De PHBGC, zo te zien. Nou, gaan we straks verder bekijken. Nou, in dit regenachtige weer hoeven we maar een heel kort stukje te taxiën dus, zoals het eruit ziet. Vliegtuigen die vertrekken hier, daar stijgt er net eentje op. Vanaf 18 links, richting het zuiden. En hier vlak vooraan is de, ja, het begin van de startbaan 24. En die wordt dan gebruikt met name voor het verkeer, onder andere dat richting Groot-Brittannië gaat. Hier zie je het staartvleugel van mijn vliegtuig. En we hoeven dus alleen maar dit kleine stukje te taxiën rechtuit daar zo naar de baan toe. Daar gaat een ander KLM'tje, die is net geland. Ik denk nog 10 minuten, een kwartiertje, dan gaan we aan boord. Door de slurf naar het vliegtuig. Daar gaan we erin. Seats.
staff. We advise you to keep your seatbelt fastened and have your seat in. And please do be careful when opening the lunch bins and lunch bag for us unexpectedly. For your comfort, there are two restrooms in the rear of this aircraft, and just calculate some extra time in about 50 minutes. The aisles will be blocked by trolleys.
Please dim the bell tone to Glasgow. Welcome to Scotland. And for some of us, welcome back home. Please remain seated and you may now switch on your phone and other devices. Zo, we lopen het luchthavengebouw uit in Glasgow. En dan staat hier meteen aan de overkant de bus, een stukje daar verderop. We gaan hier even oversteken. Look right, ja, je moet hier oppassen. Ze rijden hier aan de verkeerde kant. Zo, en dan moet ik een stukje naar achteren toe. Die bus die daar in de verte staat, zou zomaar kunnen zijn. We gaan het zien. In ieder geval zijn we gearriveerd. Glasgow International Airport. We are now approaching Blind Bank.